deze korte video vertel ik u hoe u de oefen- en toetsresultaten die in het dashboard getoond worden moet interpreteren. Onder oefenresultaten ziet u resultaten van alles wat een leerling aan digitale verwerking doet, behalve toetsen. Hieronder verstaan we bij Momento dus digitale werkboeken, maar ook oefensoftware, automatiseringssoftware en oefentoetssoftware. Regelmatig haalt het dashboard de actuele gegevens op bij de uitgeverijen. Door te klikken op de oranje knop Vernieuw resultaten verversen de gegevens direct. Onder Toetsresultaten ziet u de resultaten van toetsen die door de uitgeverij geregistreerd worden. Hierbij gaat het om instaptoetsen, diagnostische toetsen en eindtoetsen. De actuele toetsresultaten worden door de uitgeverijen naar Momento gezonden. Klikt u op de oranje knop Vernieuw resultaten, dan worden nieuwe gegevens ingelezen. Momento hanteert bij oefenresultaten en toetsresultaten een indeling in drie categorieën met drie bijbehorende kleuren: rood, oranje en groen. Doelen van deze keuze zijn overzicht, eenvoud en uniformiteit. Momento toont namelijk alleen de resultaten op hoofdlijnen. Rood staat voor Help je mij? Dit geeft aan dat de oefen- of toetsresultaten onvoldoende zijn gemaakt volgens de normering van de uitgeverij. Deze kinderen hebben waarschijnlijk ondersteuning nodig op één of meerdere onderdelen. Door verder te klikken ziet u om welke toetsen of oefeningen het gaat. Oranje staat voor Let je op mij? Deze kleur geeft aan dat deze leerlingen de oefeningen of toetsen niet helemaal of niet allemaal voldoende hebben gemaakt. Deze kinderen kunnen op onderdelen misschien ondersteuning gebruiken. Ook hier geldt dat de uitgever de normering bepaalt. Momento geeft uitsluitend weer. Klik op een leerling om te zien om welke oefeningen of toetsen het gaat. Groen staat voor Ik snap het. Deze kleur is het signaal dat de leerling de toetsen of oefeningen goed heeft gemaakt en een voldoende of ruim voldoende score heeft gehaald. Natuurlijk kan het groene signaal ook een aanleiding zijn om leerlingen extra uitdaging of verrijking aan te bieden. Het kan zijn dat een uitgeverij in het eigen methode-dashboard een fijnmaziger normering hanteert, mogelijk in meer dan drie categorieën of met andere kleuren. Dat is verklaarbaar omdat de methode-dashboards meer gedetailleerde informatie bevatten. De driekleurige cirkel geeft de verhouding weer tussen de prestaties van leerlingen. Voor de geselecteerde periode en de geselecteerde vakken volgens de normering van de uitgeverij. Staat er 45% in het groene deel van de cirkel, dan beheerst dat percentage van de leerlingen de oefen- of toetsstof voldoende. 50% in het oranje deel van de cirkel betekent dat dat percentage van de leerlingen wellicht nog wat extra oefening nodig heeft bij dat vak, die les of dat onderdeel. En 5% in het rode deel van de cirkel betekent dat dat percentage uw aandacht kan gebruiken bij dat vak, die les of dat onderdeel. Het leerlingenoverzicht bij de drie kleuren vindt u onderaan de pagina. Kortom, het Momento dashboard is bewust beperkt tot drie categorieën en kleuren om u snel en eenvoudig overzicht en inzicht te kunnen bieden. De normering van de resultaten wordt door de uitgeverij van het leermateriaal bepaald, indien nodig vertaald naar de Momento categorieën. Voor detailinformatie maakt Momento direct doorklikken naar de uitgeverijomgeving mogelijk.